Hartelijk welkom bij een speciale aflevering van MVV TV. Deze keer niet vanuit de Maastrichtse Geuselt, maar vanuit de Turkse Kemer waar MVV 6 dagen lang een trainingskamp belegt. MVV arriveerde om 2 uur 's nachts in het hotel, wat automatisch ook wel inhoudt dat het donderdag iets rustiger aan werd gedaan. Maar 's middags om 3 uur stond toch een training in de stromende regen op het programma. In deze aflevering een korte impressie van de eerste dag van MVV. Aansluitend een interview aan de zee met onze trainer Maurice Verberne. Ja, Maurice Verberne, 2.500 kilometer van Maastricht. En ja, in Maastricht was het vandaag bloedmooi weer, onbewolkt. En hier vandaag? Regen. Alleen maar regen? Ja. Ja, wel lekker temperatuur, maar... Ja, we hebben de regen meegenomen vanuit Nederland. Ja. Maar ja, even tussendoor hebben we al wat goede de zon gezien en... Dan merk je ook wel dat de temperatuur heel erg omhoog schiet. Dus, maar goed, andere omgeving is ook wel even fijn. Ja, hoe belangrijk is zo'n trainingskamp? Nou ja, dit is wel even weer nieuw, omdat we het een WK-break nog nooit eerder hebben gehad. Dus, maar het is wel even goed om even met de jongens even een andere omgeving te zijn, te trainen en weer in het groepsproces weer aandacht te geven. En ook wat puntjes op de i te zetten om voor de richting de laatste 2 wedstrijden voor de winterstop. Ook weer om daarna na de winterstop de lange reeks van competitiewedstrijden richting het einde van het seizoen. Ja, elkaar weer daarop te prepareren en goed voor de dag te kunnen komen. Ja, is ook goed voor de groepsbinding, hè? Ja. Teambuilding. Hè? Daar komt een quiz. Komt ook een karaokeavond? Nou, we zijn nog wel een beetje aan het kijken wat hier de mogelijkheden zijn. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een beetje teambuilding. En ja, daar zou dus ook wel een bijzondere avond kunnen zijn met karaoke. Ja, en welk liedje ga je zingen? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Ja, ja, nu even terug naar het sportieve. Je bent nu 22 wedstrijden hoofdtrainer. 6 vorig seizoen, 16 dit seizoen. Welke verandering is dat van assistent naar hoofdcoach? Nou ja, er zijn natuurlijk wel verschillende. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je eindverantwoordelijke bent. En het aansturen van niet alleen van je spelersgroep, maar ook van je stafleden. En zorgen, managen dat alles een goede baan leidt. En dus ook, maar daarnaast ook de prestaties proberen te beïnvloeden. De ontwikkelingsspeelwijze. En dat je daar de jongens, de spelersgroep, de selectie daar allemaal in meeneemt. En dat ze dan allemaal wel geloven in het verhaal wat jij graag wil vertellen. Ja, je bent vanaf de zomer eigenlijk continu met de MVV bezig. 7 dagen per week. Wat zeggen ze daar thuis van? Nou, ze weten ook dat dat een kans voor mij is en een droom voor mij is om dit te doen en te mogen doen. Dus ja, daar waren ze wel op voorbereid, tenminste mijn vriendin. En mijn zoontje, ja, die bij momenten is dat wel even wennen. Want ik ben natuurlijk niet altijd vaak aanwezig. Maar goed, de momenten dat ik even de tijd heb, dan is de aandacht wel voor de familie. Ja, want je bent toch ook wel thuis geregeld in de keuken te vinden, hè? Ja, nou ja, je probeert elkaar wel te ondersteunen. En ik dus ook mijn gezin. Dus, en zij werkt zelf ook nog. Dus ja, dan zijn er wel momenten dat ik zelf ook in de keuken sta. Ja, en dan voel je natuurlijk de vraag komen, wat is je specialiteit? Nou ja, ik vind het zelf ook het lekkerste. Soto ayam en rendang, ja, dat vind ik wel dat ik die wel aardig kan maken. Oké, dus mochten we een periodetitel halen, dan zijn we bij MVV allemaal uitgenodigd bij jou thuis om te komen eten. Nou, ik kan het ook gewoon op bij MVV in het stadion maken. Dan heb je iets meer ruimte voor een selectie van 30 man. Klopt. Het sportieve, MVV staat op dit moment derde. Niemand had dat verwacht. Jij ook niet. Nee. Maar die lat, ga je die hoger leggen dan voor de start van het seizoen? Nou weet je... Kijk, ik vind wel, we zitten nu in een situatie waar we er redelijk goed voor staan. En ik wil zo lang mogelijk proberen blijven meedoen aan die plekken. En uiteindelijk ja, proberen we de doelstelling sowieso hoger eindigen dan vorig jaar. Maar ik wil nou de komende weken nog even aankijken en dan de balans opmaken. Maar ja, weet je, ik vind wel dat we voor prijzen op dit moment wel voor prijzen mee moeten doen. En voor ons is dan een play-off plek een prijs. Dus ik denk wel dat we daar langzaam onze doel daar mogen veranderen en bijstellen. Ja. Nou, in ieder geval mocht men thuis ons niet de hele tijd goed verstaan. De zee gaat flink tekeer hier. Hè? Ja. Ja.
In het programma, is daar ook plek nog voor een stapavond? Want de jongens moeten iedere avond best op tijd op de hotelkamer zijn. Nou, die momenten zijn we wel aan het zoeken om dan even de ontspanning, de pure ontspanning te gaan opzoeken. En die is er zeker wel, omdat het kan nou ook, omdat wij je pas over twee weekenden pas weer de volgende wedstrijd hebben. Dus ik vind ook wel dat dat hoort ook een beetje bij teambuilding en ontspanning. Dus ja, dat moment wordt wel gezorgd, ja. Ja, ik zie duidelijk op het programma staan dat de spelers op tijd op de kamer moeten zijn. Hoe zit het met de staf? Ja, die moet het goede voorbeeld geven. Nou, weet je, ik weet ook wel hoe het werkt. Ik heb ook aan de andere kant gezeten en er wordt natuurlijk tijden gegeven. Maar zij zullen altijd wel, sommige jongens zullen wel bij elkaar op de kamer gaan zitten. En dan zullen ze PlayStation. En daar heb je allemaal niet helemaal invloed op. Maar we wilden wel proberen dat een beetje controle is. Ja, nou, ik denk dat het een goed moment is om af te ronden. Want achter je zie ik de flitsen tot in de zee gaan. Dus het begint een beetje gevaarlijk te worden. Ik zou zeggen nog veel plezier en succes hier in Turkije. Dankjewel, komt zeker goed.